De derde klasse, interessante wedstrijd aan de Monsieur Nolenslaan. Duno is daar gastheer van Wateringse Veld Kranenburg. Ja, en dan is het de vraag van, kan Duno, de ploeg van Patrick Demmers, kan die inderdaad Wateringse Veld Kranenburg afstoppen? Nou, één ding is wel duidelijk. Duno komt langzaam op stoom en kan misschien gaan verrassen. Maar Kranenburg is toch even ongenaakbaar. Lijkt op weg naar die titel. Is nog ongeslagen. En het blijkt gewoon dat je echt op dit niveau, vierde klas, derde klas, dat als je dan veel jongens hebt die op een hoger niveau hebben geacteerd, nog steeds het verschil kunnen maken. Ga je wat hoger, kom je wat hoger in die tweede klas en dan wordt het al wat lastiger. Maar op dit niveau kan het gewoon nog. Ik denk dat toch Kranenburg aan het langste eind gaat trekken. Goed, Rob. Twee andere wedstrijden die belangrijk zijn in die klasse. Lira speelt thuis tegen VDL. MVV 27 ontvangt Verburg. Ja, en als we dan even kijken, dan is het natuurlijk voor Lira, hè, de ploeg van de Hoorn. Ja, en Verburg, ja, die mogen niet verliezen om aan te blijven haken. Nee, en Lira heeft natuurlijk problemen de laatste weken. Ja. Natuurlijk, na die desastreuze thuisnederlaag tegen Wateringse Kranenburg ging ze ook vorige week verschut bij Naaldwijk. 12 puntjes, evenveel als Verburg. Alleen die zitten in een duidelijk andere flow. Die hebben weer de winst gepakt afgelopen weekend. Hebben ook inmiddels 12 punten. Maar goed, staan inmiddels allebei al 4 punten achter op Wateringse Kranenburg. Dus ik denk dat het gat toch wel groter gaat worden. Ja, en VDL, de tegenstander van Lira, die heeft afgelopen weekend een overwinning geboekt. MV 27 pas 6 punten gepakt. Ze aan de onderkant van het rechterrijtje. Zijn we ook niet gewend van de Maaslanders. Nee, want meestal draaien ze mee in de kop. Dus komende zaterdag zie ik Lira sowieso wel winnen. Verburg zal het wel moeilijk kunnen krijgen bij MV 27. Want dat is nooit makkelijk daar. Zeker niet. Derde klasse C, de BSC 68. Kenneth Sushit met zijn ploeg. Vorige week de eerste winst behaald. Dat zal wat vertrouwen kunnen geven. Nu spelen ze tegen Blauw-Zwart. Ja, dat is een kwestie van, kunnen ze gaan aanhaken? Nou, dat zeer zeker. Blauw-Zwart natuurlijk, een ploeg die inmiddels al 6 punten heeft veroverd. Maar goed, BC 68 daarentegen heeft evenveel verliespunten, pas 3 punten gepakt uit 5 wedstrijden. Dus het zal erom gaan wie dan uiteindelijk die aansluiting kan gaan vinden. Maar goed, BC natuurlijk afgelopen weekend tegen Zwammerdam de eerste 3 punten gepakt. Dus wellicht is dat het stukje vertrouwen wat ze nodig hebben. Het kon ons een hele close wedstrijd worden, waarbij ik het toch hou op een gelijkspelletje. We gaan het afwachten in diezelfde klasse trouwens. Daar gaat de DFCP op bezoek bij NSV 46. Ja, als je naar de ranglijst kijkt, zou je zeggen, DFCP natuurlijk ook nog niet een hoogvlieger. Maar daar bij de hekkensluiter moet je natuurlijk wel 3 punten op weghalen. Dat denk ik ook. DFCP moet daar voor niets minder gaan dan de winst. Want NSV is gewoon toch echt het zwakkere broertje in deze pool. Ik verwacht met de ploeg die DSVP heeft dat ze daar geen problemen mee kunnen en zullen gaan hebben. En ze kunnen bij winst ook een plekje stijgen. Dan kom je toch al in, geef jezelf wat meer lucht, kom je in de veilige middenzone. En qua potentie moet DSVP gewoon minimaal in de middenmoot kunnen spelen. Dus ik voorzie hier winst voor DSVP.